Pasen. Dat Jezus op is gestaan. Paas. Dat Jezus aan het kruis is gestorven. Pasen. Ook dat Jezus opgestaan is van zijn dood. Een goede vrijdag. Dat Jezus is opgestaan. Dat gaat Jezus opstaan. Je eten. Zeg maar dat je feest gaat vieren en mijn vader en mijn moeder die verstoppen altijd paaseieren in de tuin of in huis en dan moeten wij die gaan zoeken. Omdat je paaseieren mag zoeken en opeten. Ik hetzelfde. Omdat er eitjes verstopt zijn. Ik vind dat ook leuk. Een mandje, dan gaan we een mandje dragen. Toch? Ja, ik vier heel vaak Pasen met mijn tante. Want dan heb ik allemaal vrienden, vriendinnen komen langs. Dat weet ik niet precies. Omdat Jezus aan het kruis gaat. Maar hij werd waar het was, omdat hij koning werd. Ja, nee. Anders zou hij de zonde van de mensen nooit gedragen hebben. Want dan vergeeft hij onze zonde. Alles wat je gedaan hebt, dat hij dat vergeet. Dat betekent dat Jezus alles voor de mensheid over heeft. Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat Jezus is opgestaan. Dat Jezus is opgestaan van de kruis. En dat alle zonden weggaan. Dat je een nieuw leven soort. Als je veel foute dingen hebt gedaan, dan gaat dat allemaal weg. En krijg je de Heilige Geest. Ja, okay, dat Jezus weer opstond. Dat Jezus aan de kruis is gegaan voor ons. Hij stond op uit het graf. Nee, niet precies, maar toen deed hij volgens mij wonderen. Jezus gekruisigd en toen, 3 dagen, toen is hij opgestaan. De spijker ging door zijn voet heen. Ja. Ik weet niet door welke voet. Als eerste ging dan, ik weet niet meer wie, ik ging dan Jezus kussen en dan de bewakers gingen gevangen nemen. Jezus? Dus. Ja, toen kwamen Maria en nog een paar meiden en toen met heel veel kruiden, bijna 30 kilo. Heel blij ben dat ik in God geloof heb, dan kan ik hem bedanken daarvoor. Ik kan naar de hemel gaan en dan kan ik bij hem voor altijd leven. Dat hij wil dat wij leefden. Ja, we mogen met hem praten. Nu dat hij in de hemel is, dan kunnen we via bidden met hem praten. En meestal praat hij dan meestal terug, maar dan hoor je dat niet echt.